Welkom bij de zomertour van Omroep Zeeland. Vanaf de markt in Goes. En ik ben hier met Aniek. En Aniek, waar kom jij vandaan? Hey, ik kom uit Friesland en ik ben hier op vakantie met mijn gezin. Oh. En waar ben je op vakantie? In Kamperland. In een huisje of in een tent? In een tent, op een camping, ja. Vandaag is niet zulk heel lekker weer. Ja, we hebben al heel mooi weer gehad, dus we mogen niet klagen. En de tent is waterdicht? Ja, ja. Nog wel, ja. Ja, ja, ja. Ja. Hey, en waar woon je in Friesland? In Ureterp. Noord, zuid? Ja, Drachten is misschien een bekendere plaats. Zuiden, hè, van Friesland? Ja, ja. Vlak op de grens van Drenthe en Groningen. Wat is het grootste verschil tussen Zeeland en Friesland? Wat je zo opvalt? Nou ja, het strand, denk ik. Dat hebben we niet in Friesland. Nee, dat is waar. Nee. Maar daar kom je ook voor naar Zeeland dan? Ja, daar kom ik ook voor in Zeeland, ja. Speel je vaak spelletjes? Nou, niet echt heel veel eigenlijk. Nee? Want wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben advocaat. Oh. Dat is ook een soort spel misschien. Bij een kantoor of op je eigen kantoor? Ik heb samen met een compagnon heb ik een eigen kantoor, ja. En jullie zijn nu tegelijk op vakantie? Of? Nee, ik ga nog even mooi voor de zomer aan, omdat ik nog kleinere kinderen heb. En hij gaat waarschijnlijk in de zomervakantie. Ja. Oh ja. Jij krijgt zo meteen de afbeeldingen te zien. Daarvan zijn er telkens twee hetzelfde. Je mag er 20 seconden naar kijken. En dan draaien we de bordjes om. En dan is het aan jou om de goede combinaties eruit te halen. Elke goede combinatie is 10 punten. Zit er dus een foute tussen, dan gaan er 5 punten af. Maar als je een goede hebt, dan krijg je ook een vraag over Zeeland in dit geval. Maar het zijn wel meer keuzevragen. Heb je die goed, dan krijg je 40 punten per vraag. Oké, heel benieuwd. Zenuwen? Nee, nog niet. Nee. Oké, nou even relax. En dan starten we de klok. En dan is het een kwestie van concentreren. Dus veel succes. Okay. Elk plaatje staat voor een categorie. Oké, ik ga je niet te lang afleiden. Je mag meteen een bordje draaien. 3 en 6. De kaart van Zeeland. Dat is een vraag over aardrijkskunde. Welke zeeuw is de ontdekker van Paaseiland? Is dat Jacob Roggeveen? Is dat Bertus Paas? Of Lodewijk van den Berg? Nou, ik heb van alle drie nog nooit gehoord, dus ik ga voor A. Jij gaat voor A en dan heb je heel goed gekozen. Nou. Want Lodewijk van den Berg, die ging de ruimte in. En Bertus Paas, ik vrees dat die verzonnen is. De volgende. 1 en 16. Twee boeken. En dat is dan de categorie kunst en cultuur. In welk jaar werd het Zeeuws Orkest opgericht? Gewoon gokken. Was dat in A 1888 of in B 1945 of was het in 1970? Ik ga voor B, 1945. Nee, het was pas na de oorlog, dus in 1970. Nou, we gaan snel in de herkansing. 8 en 9? Ja, twee boerinnen. Zeeuwse boerinnen zijn dit. Ja. Een geschiedenisvraag. In welk jaar werd het Veerse meer afgesloten door de Veerse Gatdam? He, dat is het Deltaplan. Ja, dat... 1951 of in 1961 of in 1971? 1961? Je zegt het met een vraagteken, maar maak er maar een uitroepteken van, want het is goed. Ja, nu ben ik het een beetje kwijt, denk ik. Ja, maar... Er komen wel lege plekken, hè? Ja. Ik ga voor 4. Sport. En 17. Ja, jammer. Dan zat hij daar misschien in de buurt. 4 en 18. Oh, de koekenpan is culinair. 15 en 4. Oh ja. Hey. 15 en 18. Ja, dat is dan een andere bekende. Ja. Categorie culinair. Hoeveel Michelinsterren hebben de Zeeuwse sterrenrestaurants samen? Hebben ze samen 6 sterren? Hebben ze samen 9 sterren? Of hebben ze er 11? Nou, ik ga voor 11, denk ik. Ja, nou was ik dat vorig jaar nog goed geweest. Maar Interscaldes is ondertussen overgegaan in andere handen. En die 3 sterren, die vervallen dan. En Sergio Herman heeft 2 restaurants
niet gesloten, maar wel overgedaan aan een ander. Dus en dan vervallen de sterren ook. Dus helaas. Dat is jammer. Ja, dan gaan we voor 7. Sport. En 4. Die hadden we daarnet al gezien, hè? Welke Zeeuwse werd 2 keer wereldkampioen wielrennen? Was dat Katie van Oosterhagen? Was dat Marianne Vos? Of was dat Shirin van Androoy? Ik zie maar 1 bekende naam, maar ik weet niet of zij Zeeuwse is. Antwoord B, Marianne Vos? Ja. Nee, helaas. Het was Katie van Oosterhagen. Ik ben helemaal geen fan van wielrennen. 2. En 12. 12. Nee, vraagtekens 13. Algemeen. 13. En 12? Ja, dat is wel goed. Een algemene vraag. Hoe heet het nieuwsprogramma van Omroep Zeeland op televisie? Heet dat Zeeland Vandaag? Heet dat Zeeland Nu? Of Zeeland Komt Thuis? Ik ga voor antwoord C. Zeeland Komt Thuis. Dat bestaat wel, maar dat is een radioprogramma. Het is Zeeland Nu. Ik heb het nog nooit gezien. Nee. Nou, als je vanavond... 5. 5. De uil. Oh, die hadden we net ook. 17. Ja, goed gedaan. Op welk eiland vind je de slikken van dijkwater? Vind je dat op Schouwen-Duiveland? Of op Zuid-Beveland? Of op Noord-Beveland? Antwoord C, Noord-Beveland. Antwoord C, Noord-Beveland. Het lag ietsje noordelijker. Schouwen-Duiveland. Nou, als je een beetje tempo maakt, kun je het nog afmaken. 2 en 11. 2 en 11. Ja, taal is in dit geval Zeeuwse dialecten. Hoe zeggen ze in Zaamslag speekselspugen? Is dat kwatten? Is dat vlokken? Of is dat spoegen? Ah, kwatten. Ja, zeggen ze dat bij jullie ook? Nee. Nee, maar het is wel goed. Ik weet het niet eens kwatten. Of het is. En dat is echt zo... Nou, 10 en 14. Ja, dat zal wel goed zijn, hè? Ja, dat is dansende mensen, een amusementsvraag. Wat is er nu gevestigd in kasteel Westhoven bij Oostkapelle? Is dat nu een museum? Of is dat nu een hostel? Of is dat een informatiecentrum? Als je het zo ziet, kan het alle drie zijn, hè? Een hostel? Ja, ja, dat heb je goed. Dat zou wel leuk zijn, ja. Nou, dan woon je daar toch prachtig voor een hele korte tijd, hè? Voor een hostel. Je tijd is om, maar de vragen waren toch op. Je hebt in totaal maar liefst 235 punten. Dat is niet de allerhoogste score, maar voor iemand uit Friesland is dat echt een topscore. Ja, super. Ja. Jij krijgt van mij deze doek. Nou, fantastisch. Kan je meenemen naar het strand. Ja, dankjewel. Heel veel plezier ermee. Leuk om mee te doen. Heel veel plezier nog in Zeeland. Dankjewel. Ja, komt goed, denk ik. Dit was de zomertour van Omroep Zeeland voor vandaag. Graag tot de volgende. En wat ga jij vandaag nog doen? Ja, ik hoop dat het vanmiddag wat mooi weer wordt, dat we nog even kunnen zwemmen. Maar, oh ja, en waar ga je dan zwemmen? Ja, wij zitten op het vakantiepark. Ja?